wat er gebeurde in de vorige aflevering. Vandaag gaan deze 8 verschillende kijkers 8 verschillende bedrockbunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze bedrockbunkers te bouwen. En daarna zal ik moeten proberen te ontsnappen. Ik ga beginnen met mijn escape. Ik moet ontsnappen uit de bunker van je voorstel. Hoi, je mag proberen te ontsnappen uit mijn mega grote huis. We zijn aangekomen in de map van Roemerrad. Roemer, jij hebt van alles en nog wat gebouwd. En ik moet uit jouw bedrock ding moet ik ontsnappen. Klopt, je weet, dit is een map-test om te kijken of je een echte Minecraft-pro bent. Oké. Je hebt dus zelf ook events gehost. Ja. En dus ik denk, en dat doe ik ook aan mee. Dus ik denk, we draaien nu even de rollen om. Nou, dan geef ik toe dat je dit event hebt gewonnen. Dit event gewonnen. En nu? Dan gaan we door naar het volgende event. Yeah, nog een event. Nog een welbekend event. Gaan we nog verder naar beneden? We gaan nog verder naar beneden. We zitten al zo diep voor mijn gevoel. Hier. Oh mijn god. Spring maar in. Okay. Ben je er klaar voor? Ik denk dat je het wel herkent. Event. Het is een TNT event. Ik moet zeker TNT ontwijken. Het is zeker een TNT. Ik heb het hier ook in mijn hand. Ik ga het spannen en jij moet het ontwijken voor maar liefst 30 seconden. 30 seconden? Ik zal niet al op je gaan. Oké. Oké, ik vind het prima. Ben je ready? Ik heb het verstoppertje heb ik easy gedaan, dus dit ga ik ook easy doen. Daar hou ik je aan, Oké, ja? Ja. 3, 2, 1, go! Ja, als je hem daar plaatst, gebeurt er niet zoveel. Oh. Oh, die TNT beweegt natuurlijk ook. Oh, ik moet er oppassen. Ga jij ook, hoe lang heb ik nog? Nog 10 seconden. Oh, dan ga ik wel iets sneller. Oh, ik wou het zeggen, nog... Nee! Nee, die komt heel dichtbij. Oh, nee. Laat maar, nog 10 seconden. Ik wou net zeggen, dat klopt toch helemaal niet? ik was maar 10 seconden bezig. Ik vond dat zo riskant allemaal. Ik ga de rondjes draaien, dat gaat niet gebeuren. Nee, nu gaat fout. Oké, ik hoop dat ik deze overleef. Nee! Dat was op tijd. Ik dacht, echt? Heb ik het is nu 32,94. Het was gered. Net op tijd. Oh mijn god, waarom vliegt hij aan TNT? Hoe kan dat? Oh, omdat je me op de tape plaatst. Ja, ik heb me op de tape geplaatst. Oh mijn god, ben ik klaar? Heb ik alle events overleefd? Er is er nog eentje. Zet hier je spawnpoint. En je mag naar beneden kijken. Ik mag naar beneden kijken. Wat gaan we doen? En dan weet je waarschijnlijk al wat het is. Het is een dropper. Het is zeker een dropper. Je hebt meerdere kansen hiervoor, dus je kan lekker je tijd nemen. Oh, joh, maar je weet niet hoe goed ik ben in een dropper. Dat is mijn specialiteit. Ik kan het nu ook lastiger maken als je wil, want ik deed er wel een paar kansen over. Je deed er wel een paar keer erover. Ongeveer 5-6 keer. Maar ik weet natuurlijk waar ik moet springen. Dus, er zijn toch meerdere kansen? Er zijn meerdere kansen, ja. Oké, ik zie er eentje, maar ik denk dat een scam is. Om een of andere reden. Ik weet niet waarom. Nou, ik zeg... Ik ga het gewoon proberen. Ga je gang. Ik ga het gewoon proberen. We gaan kijken of we het redden. Let op, hè. Toen. Joep. Huh? Is dat hem niet? Ik weet het niet. Die lijkt erop, maar ik denk ook dat ik gescamd word. Ik kan beter, denk ik, die pakken voor mijn gevoel. Of die. Alleen ja, dat is een sprongetje is wat moeilijker. Oeh, zullen we die proberen? We gaan deze proberen hier. Gewoon deze. Huh? Nee. Dat is hem ook niet. Heb je barriers ervoor geplaatst? Ik zeg niks. Oh, je hebt waarschijnlijk gewoon barriers of zo ervoor geplaatst. Oké, jongens. Het zijn dus niet elke kan ik pakken. Ik kan er maar een paar pakken. Oeh, misschien die. Alleen ja, die is wat moeilijker. Dat is het riskante eraan. Kijk, sommige zoals die kan ik onmogelijk in. Die ook. Die ook. Maar die bijvoorbeeld kan ik wel in. En daar kan je niet in, zou je zeggen. En die. Kijk, het lijkt ook alsof hier gewoon weer iets voor zit of zo. Iets onzichtbaars. Je hebt me gewoon echt gescamd. Hè? Oh, nou, nu raakt het me gewoon niet. Nu raakt het me gewoon niet. Maar zullen we misschien deze dan? Ja! Maar ik kon wel in allemaal vallen. Nee, ik denk, je was niet zo goed, denk ik. Oh, maar we god, gaan door. Ik dacht dat je me scamde, maar ik kon wel in alles vallen. Dan was ik gewoon echt slecht. Ik kon gewoon overal in. Dan was ik gewoon echt heel slecht. Oké. Nou, wat zal door de deuren zijn? Wat zal er door... Je hebt het gehaald. Sta op... Ik heb het gehaald, maar het stond niet klaar. Zet op het glasje spawnpoint, oké. En je ging ontsnappen, toch? Ja. Dan ga je ontsnappen. Yes! Ik heb hem gehaald. Je hebt hem gehaald. Ik ben ontsnapt, maar als mijn spawnpoint daar staat, dat betekent... Oh, doei. Nee. Nou jongens, terwijl wij oneindig vallen elke keer als we doodgaan, spannen we daar opnieuw. Laten wij dan maar even doorgaan naar de volgende. En gelijk de... Oh, niet de laatste map. We gaan gewoon door naar de volgende. En toen waren we ineens aangekomen in de map van jou, Ricio. Het ziet er donker uit. Het lijkt op bedrock. Dus dat betekent dat je goed geluisterd hebt naar de regels. Namelijk, maak iets van bedrock. Hé, waar ben ik beland? Wat is dit? Dit is mijn hele mooie structuur. Bedrock. Okay. Groot gebied. Huis. Ziet er mooi uit. Ik zie een paar bordjes. Ja. Hier nog wat piepkleine regels. Geen bordjes lopen, geen ladders lopen. Gebruik alle materialen goed.
En het belangrijke abo op Risio. En nog een belangrijke, wees geen noob. Ik ga dit bordje wel slopen, ondanks dat ik geen bordje mag slopen. Oh. Maar oké, okay, that's it. Dan komt helemaal goed. Oeh, wat? Oh, ja. Ja. Ik, geef me even een kusje of zo. Wat was de Nee, een knuffel. Oké, knuffel voor mij. Hé, ik ga beginnen. Ik ga kijken waar ik heen moet. Ik zie, het lijkt me dat hier onzichtbare blokken of zo zitten, maar ik zie ze niet. Dus, hè? Ik heb hier ladders. Ik mag geen ladders slopen, maar ik mag ook geen blokken slopen. Dus waar is het begin dan, jongens? Je zou zeggen dat hier ergens onzichtbare blokken zijn. Maar die zijn er niet. Dus laten we even kijken. Laten we even een rondje lopen. Zien dat ik ze wel vind. Want hier zijn ladders. Maar er zijn geen onzichtbare verdere dingen of zo waar ik op kan springen. Hè? Oh, hier. Kijk, hier is hij. Daar is hij. Oh, gevonden. Hier is de onzichtbare blok. En waar is de volgende? Waar is de volgende? Die moet hier ergens zijn. Hè? Daar. Dat is hem, jongens. Kijk, daar. Daar hebben we hem. Je ziet het bijna niet, maar... Oh, ik ben eraf gevallen. Maar er is daar nog een onzichtbaar blok. Maar dat is irritant, man, die onzichtbare blokken. Daardoor zie je zo slecht altijd. Hier, kijk. Kan ik die sprong wel halen? Ja, oké. Okay. Dan kunnen we hierheen. Dan kunnen we hierheen. En dan? Wat willen jullie dat ik dan doe? Is hier een onzichtbaar blok? Nee, deze sprong kan ik toch niet halen? Er zit een blok boven mijn hoofd. Oh, ik heb hem wel gehad. Ik heb hem wel gehad. En dan hier hoef je niet te springen. En dan hier moeten we ook niet springen. We doen het wel. Oké, okay. En dan deze sprong. Is die te halen? Ik denk het wel, hè? Ja! Oh, oké, okay, jongens, we zijn zo ver. Ik wil niet fout gaan hierop. Ik wil niet falen nu. Echt waar. Oh, oké. Okay. Laatste sprongetje. Anders... Oh, ik word echt mad als ik hier faal. Oh, we zijn uit de eerste kamer. Oké, okay. We zijn uit de allereerste kamer gelijk. Wat hebben we? Bamboe, soul sand, iron nuggets, ender pearls, wedge ponds. Laten we ook dan gelijk even kijken. Misschien... Ik mag slopen wat ik wil natuurlijk. Laten we even kijken of er onder de crafting table iets verstopt zit. Want meestal... Nee, dat is niet de bedoeling nu. Oké, okay, wat kunnen we omsmelten? Misschien kunnen we de sponge normaal maken. Waar zijn we nu? Moet ik omhoog of zo? Of waar ben ik beland? Waar moet ik heen? Ik heb überhaupt niet eens een idee waar ik heen moet. Ik heb een enderpearl. Dan zou ik omhoog kunnen enderpearlen. Maar wat kan ik craften hiermee? Een bucket? Een spons? Kan ik droog maken? Ik heb een rail om misschien... Nee, de chest kan ik misschien niet... De chest kan ik gebruiken om mee te smelten. Of is het van mijn vorige map dit? Oh, dit is van mijn vorige map. Wacht. Zo, dat was nog van de map van Roemer en van Jan. Maar wat kan ik hier dan mee? Waarmee kan ik sticks maken? Oh, met bamboe natuurlijk. Oeh, oké, okay, wacht. Laten we sticks maken. Laten we het gewoon doen. Want dan kan ik een zwaar... Wat kan ik dan nog meer maken? Nog een stick. Hier, dan kan ik wel meer tools maken, jongens. Dat is het ding. Maar waar moet ik heen? Moet ik naar boven enderpearlen? Waarom pearlen? Wat heb ik hier aan? Ik snap het even niet. Ik snap niet wat ik hier moet doen. Wacht, laten we... Ja, pickaxe maken zonder misschien hiervan. Want ik dacht, misschien kan ik dan de iron furnace hakken. En daaronder uit ontsnappen. Alleen... Als ik eenmaal die iron pickaxe heb gemaakt, kan ik hem niet meer niet maken. Want dan is hij er gewoon. Weet je, dan heb ik mijn ijzer verspild. Dat is een beetje het ding. Dan kan ik ook niet met mijn handen slopen. Ik zou niet weten wat ik anders aan het ijzer heb. Zou ik gewoon een ijzeren pickaxe maken? Ik ga een ijzeren pickaxe maken. Ik ga het gewoon doen. Als ik het fout heb, heb ik het fout, jongens. Ik hoop het. Ik heb het denk ik fout. Ik heb het denk ik echt verpest. Weet je, het maakt niet uit. We gaan het gewoon meenemen allemaal. Hopen dat ik een goede keuze heb gemaakt. Zo niet. Zo niet. Zowel. Ik heb de spullen. Misschien moet ik wel helemaal niet hier zijn. Misschien moet ik wel iets hoger zijn. En ik heb 16 enderpearls. Ik ga er ook gewoon eentje gebruiken om dan terug omhoog te gaan hier. Ja, ik kan hem ook in het hoekje gooien. Nee, dat gaat niet werken. Hier, we gaan er eentje... Oh, dat gaat niet fout. Eentje hier gooien. Zo. Huh? Oké. Okay. En dan weer terug naar beneden. Gaan we even spieken. Misschien dat ik het hier wel kan gebruiken. Ergens. Oké, dus nu moet ik het parcours opnieuw doen. Dat vind ik niet erg. Want wat is dit, jongens? Wat is dit ruimtetje hier? Wat doet dit hier? Moet ik daarheen? Daarboven, die blokken waren voor het parcours. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Daar ben ik nog door. Ik kom niet uit mijn woorden. Wat gebeurt er allemaal? Daar ben ik nog niet geweest. Ik ga gewoon enderpearl in het hoekje gooien. En hoop dat er iets gebeurt. Oeh. Oké, dat was niet de bedoeling, denk ik. Maar ik zag wel dat er wat achter zat. Ik vind het moeilijk. Oh, ik vind het moeilijk, jongens. Ik vind het heel moeilijk. Weet je wat? Ik ga de enderpearl gewoon gebruiken. Het kan vast niet dat ik er te weinig heb of zo. Dat kan vast niet. Hier, let op. 1, 2. Hoppakee, zijn we weer boven. Waar moet ik dan heen? Wat heb ik hier te doen verder hier? Er is hier niks. Ik heb die spullen hier gekregen. Ik kan de spons kan ik droog maken door hem in de furnace te doen. Dan heb ik een droge spons. En dan? En dan? Oh, hey. Je bent zeker hier voor de tipje. Goedemiddag. Hallo. Kijk, weet je wat je moet doen? Nou? Weet je wat het plan is? Nou? Als jij daarboven, hè, daar, helemaal daarboven, ja? Zeg maar. Dan plaats je die soul sand. Dan moet je eerst bijvoorbeeld... boven komen eerst. Dan moet je op het plafond een soul sand plaatsen. En dan als het goed is... Ja. Omdat het geen vol blok is... Kan je het eruit teleporteren. En dan sta je op het plafond, zeg maar. Oh mijn god. Dus ik moet eerst boven zien te komen? Dat kan je met de blokjes doen. Met water misschien. Met sponsjes misschien. Water? Maar ik heb... Krijg je... Oh, je krijgt in een bucket of...
Oh, maar ik heb helaas mijn ijzer verspild aan een pickaxe. Dus ik kan geen bucket meer maken. Mag ik die omruilen bij jou? Ja. Mag ik deze omruilen voor 3 ijzer? Kijk, dit is top. Oké, dat snap ik wat ik moet doen. Kijk, nu snap ik hem. Ja. Ik snap hem eerst dan niet. Kijk, want ik moet eigenlijk gewoon zo doen. Dan moet ik hier een bucket van maken. Moet ik, als het goed is, hieronder stoppen. Dan de spons erin. Maar eerst moet er nog wat benzine volgens mij in. Klopt dat zo? En dan nu de bucket erin. Kijk, als het goed is, is dit dan de tactiek. Ik weet het niet zeker, maar kijk. Let op. En dan krijg ik nu hieruit een bucket met water. Kijk, hoppakee. Dit is gewoon... Kijk, dit wist ik helemaal zelf. Dat heb ik gewoon... Zonder hulp heb ik dit gefixt, jongens. Gewoon helemaal in mijn eentje. Hoe goed is dat? Kijk, dan hebben we een bucket met water. Die kunnen we gebruiken om omhoog te gaan, zo. Kijk, daarom af en toe een tipje. Dat is wel nodig, jongens. Want je ziet hoe moeilijk het kan zijn. Dan zo zijn we boven. Dan zei die dat ik in bijvoorbeeld hierbovenin moest ik dit plaatsen. En dan hier kon ik een hoekje, kon ik bijvoorbeeld een enderpearl. Oh, het werkt bijna. Het werkt bijna. Waarom werkt dat niet? Au. Het werkt niet. Ik heb nog maar een paar enderpearls. Ik dacht, hoe moet ik het dan doen? Au. Wacht, laten we even een blokje hieronder doen. Nee. Ik moet mezelf wat meer tijd gunnen. Ik moet even een blokje eronder plaatsen. Kijk, hier een blokje zo. Dan halen we het water weg. En dan proberen we het even in alle rust op deze manier. Let op. Precies hier, zo, op de pixel. Boom. Lukt niet. Volgens mij bedoelde hij dit. Alleen ik weet niet waarom de Soul Sand daar zo goed voor is, maar... Oké, jongens, ik heb een idee. Ik ga hem gewoon gooien. Ik heb nieuwe enderpearls gekregen. Ik ga hem gooien. Dan snel er eentje achteraan. Oh, er zit een cooldown op natuurlijk. Ik denk dat ik het verkeerd doe of zo. Ik heb zo'n gevoel dat ik het verkeerd doe. Laten we de Soul Sand hakken. Zo. Even kijken. Ik doe hem hier eventjes. Een heel ander blok. Niet dat het verschil gaat maken, maar gewoon voor het idee. Waarom werkt het niet? Dit hoort toch te werken, dat je er op deze manier doorheen ziet, wordt geduwd. Waar is meneer met de tip? Meneer van de tipjes, dit is toch de bedoeling? Goedenavond, middag, ochtend. Kijk, wacht. Laat jij eens even zien hoe een echt... Als het goed is, als jij een beetje er doorheen kijkt, precies op het... Op het streepje? Op het streepje, dan zou het niet werken. Misschien hier, zeg maar. Kijk. Nee, het... de professional heeft er even... Ja, die heeft er even moeite ruzie mee. Dat had ik ook. Ja, dat is even schrikken, hè? Let op, hier. Oh, hij doet het. Kijk, hoppakee. Waar zijn we nou ineens? Oh, dit is een hele andere ruimte. Mijn enderpearls zijn ook echt op. Ik heb nog water. Ik kan het gewoon gebruiken om al het lava hier nu te smelten. Maar dat gaan we niet doen. Of te smelten, dat zeg ik helemaal verkeerd. Ik denk dat ik daarheen moet springen. Ik weet het niet zeker. We gaan het gewoon doen. We gaan er in één keer in springen. Let op, hè. Hoppakee. Was dit de bedoeling? Ik denk het wel. Waar zijn we nu ineens? Oeh, barrel. Kan ik erbij? Ja, daar kan ik bij. Die is leeg. Oké. En daar zit ijs in. Maar ik weet dat als je een blokje onder het ijs... mijn inventory is geleegd. Ik weet dat als je een blokje onder het ijs plaatst, dat het dan... En je sloopt dat dan water wordt. Maar hoe kom ik hier weg? Dat is de eerste grote vraag. Hoe ga ik hier uitkomen? Uit deze ruimte. De spons hakken. Doet niks. De barrel hakken. Zo. Hey! Oh, er zat glas aan. Oké. Als we dan het glas hier plaatsen. En dan deze slopen. Dan wordt het water. Maar dan. Dan gaat alles weg. Alleen, dan heb ik er nog steeds niks aan. Oh, die weghalen misschien. Weer. Kijk. Ja, en dan kan ik eruit zwemmen. Oh, jongens. We zijn wel slim. We snappen wel hoe Minecraft werkt. Oké, en nu? Nu heb ik een spons, nu heb ik een barrel en weet ik wat allemaal en... Oké. Misschien dat ik hier gewoon er doorheen kan heel snel. Zou dat kunnen? Zit er iets verstopt hierachter? Oké, dan kan ik suspicious of mushroom stew kan ik maken. Die gaan we ook gelijk maken. Maar wat heb ik daaraan, een mushroom soep? Daar heb ik nog... Oh, die heb ik al gehad. Ik heb toch niks aan mushroom soep? Crafting. Hier staat de crafting table. Had ik mee kunnen maken. Met de crafting table. Ik kan dye maken. Ja, leuk. Magenta dye. Maar dan. Wat moet ik met die dye doen? Kijk, ik heb een idee. Ik ga hier mijn spullen droppen. Zo. En dan ga ik er gewoon snel doorheen. Ga kijken of we het redden. Oké, dat redden we dus niet. Ook niet snel. Ook niet omhoog. Nee, we redden het niet. Wat moet ik met die spullen? Ik snap nog steeds niet wat ik precies met deze spullen moet doen. Ik kan de spons nat maken door hem hier te plaatsen. En dan kan ik hem droog maken. Niet meer. Maar wat kan je met een natte spons... Wat ik niet met een... Ik kan de lava weghalen misschien door gewoon het blok hier te plaatsen. Zou dat kunnen? Ik ga het gewoon doen. Zo. Gaat de lava daar weg? Of heb ik het nou verpest? Ik denk dat ik het eerlijk gezegd mee verpest heb. Ik ga gewoon het water in ieder geval weghalen met de spons. Dat kan al gebaat. Komt ie? Hoppakee. Zo. Dan hebben we een natte spons. En heb ik mushroom soep. Wat moet ik met een bloemetje? Natte spons en soep.
En ik heb mijn barrel daar geplaatst. Er is hier gewoon verder ook niks te doen, jongens, voor mij. Er is, ik snap het niet. Ik ben al de lava een paar keer in geweest. Zou ik de soep nog een drinken? Of... Ik weet het niet. Ik ga de soep gewoon drinken. Maar dat kan ik niet eens. Ik kan het niet eens drinken. Wat moet ik met de natte spons? Ik ben echt eventjes de weg kwijt, denk ik. Ik doe mijn spullen doe ik gewoon hier in de barrel. Gaan we gewoon even nog een keer in de lava kijken. Misschien zien we weer iets. Goedenavond. Nou, daar is de man van de gouden tips weer, jongens. Ik hoor dat jij er geen ene reet van snapt. Ik snap er echt geen ene reet van, nee. Nee, dat zie ik. Weet je, als jij met deze onderdelen, deze mooie ingrediënten... Ja? Daar kan jij wat heel lekkers mee maken, waar je misschien wel een effect krijgt. Het is een suspicious mushroom stew, maar dat krijg ik... Ik heb het bloemetje, heb ik magenta dye van gemaakt. Is dat erg? Kan je met een bloemetje, kan je daar suspicious stew van maken? Jazeker. Helemaal niet? Wat helemaal niet? Op welke manier doe je dat dan? Zo? Nee. Oh mijn god, maar dat kwam toch helemaal niet in mijn search dingetje? Dat wist ik niet. Ik ken die crafting helemaal niet uit mijn hoofd en dat kwam niet in mijn boekje. En dan krijg ik nu zeker fire resistance. Oh, maar voor 3 seconden maar. Ah, ik ben te laat, Ik neem eens pas aan mijn spullen. Maar dit wist ik niet. Dat zeg ik, kijk, dat, snow. Dat is het ding. Ik wist snow. Het niet. Oh, sneeuw. Oh. Wat heb ik eraan? Ik heb echt geen flauw idee. Oh, waarom heb je sneeuw geplaatst? Ik heb hem weggehaald, is het erg? Nee. Oh, nou, ik ga verder. Kijk, nu heb ik hem makkelijk gehad. Kijk, dit heb ik weer helemaal zelf opgelost, dit. Ik wist niet dat met een bloemetje, jongens, dat je dat kon craften op die manier. Ik dacht dat zeg maar, wel in mijn boekjes zou staan. Ik ga er echt gewoon van uit. Maar gewoon te afhankelijk van de technologie van Minecraft. Blauwe lucht. Wat is dit? Daar ben ik weer. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Ben ik klaar? Nee, je mag hier wel even in. Dit is mijn speciale machinator. Machinator, ja. Je moet hieruit ontsnappen met de dingen hierin. Ja? Hier mag je alles breken. Doe maar niet de chest en de... Maar deze kan ik ook breken. Ja, maar dan pak eerst de dingen uit de chest. Oké. En vind dan uit wat je moet doen. Oké, dan ga ik nu uitvinden wat ik ga doen. Oh ja, de chest mag je wel breken. De chest mag ik wel breken. Ja. Ik ben klaar. Ja, nee, zo kan het ook. Maar is dat dan, de bedoeling maar, of? Zo kan je het doen, weet je, maar... Dat is niet de bedoeling, hè? Hoe kom je naar boven? Nee, ik had een andere manier, maar deze manier mag ook. Oh, maar nu moet ik ook nog hier weg. Ik moet uit deze kamer ook nog. Ja, je moet nu, wat ik ook zeg... Ja? Leuk springen, zeg maar. Leuk springen? Ja. Hoe bedoel je? Ik kom hier wel uit, hoor. Oh. Nee, maar op. Kijk, ik ga hier wel uitkomen. Wel op mijn manier. Hè? Hoezo? Hoezo op jou? Maar ik weet toch niet wat jouw manier is? Niet blok, blok, blok en huppakee, jump. Oké. Maar wel op de hele coole manier, want die is er. Er is een hele coole manier. Ja, zeker. Om hier uit te komen. Ja. En het is niet blok, 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 jump. Nee. Oké, dan ga ik mijn best doen. Ik ga die maken. Ik ga die hakken. Ik ga de hele coole manier uitvinden, oké? Kijk, ik ga hierheen. Dan doe ik zo. Dan doe ik... Zo. Telt dat? Dat is. Weet je, dat. Ja, ik vind het goed. ik vind het goed. Was dit cool genoeg? Alleen, weet je wat ik had? Ik had eigenlijk dit in planning. Als ik met die slijm kan je een mooie slijmblok maken. Ja. Dan met. Ik heb geen trap chest. Wacht. Met die trap chest. Dan. Ja. Wacht, kijk. Dat ding activeren. Manier. Dan doe je zo. Doe je zo. Oh. Ja, dat had ook gekund. Maar ik ben op een of andere manier toch een beetje op dezelfde manier eruit gegaan. Ja. Ik vond het wel een hele leuke map. Ondanks dat ik echt... Ik denk dat jouw map het moeilijkst vond van allemaal. Maar ik vond hem wel heel leuk. Ik heb hem echt vermaakt. Om het feit dat ik ook boos werd dat ik het gewoon niet snap. Oké. En dan gaan we nu door naar de allerlaatste map. En toen waren we aangekomen in de allerlaatste map. En dat is de map van Luke. Waar, ik kan wel even vragen waar ben ik beland. Maar dat is waarschijnlijk een Bedrock Escape. Heb je een kleine uitleg? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Het spreekt voor zich. Je mag blokken plaatsen op hierop. Hier mag ik blokken plaatsen. Ja. Dit zijn sleutels bijvoorbeeld, mag ik hier plaatsen. Yes. En verder mag ik niks lopen. Nee, op zich, volgens mij is het niet nodig. Oké, nou dan ga ik lekker aan de slag, lijkt. Dat komt helemaal goed. Succes. Dank u wel. Oké, jongens, ik zie nu al dat het een soort van puinhoop hier binnen is. Wat heel vervelend is, want daardoor kan je niet zien wat ik zoek. Daardoor kan je het moeilijk vinden op een bepaalde manier. Zoals daar. Zit daar iets? Weet ik niet. Zit daar iets? Weet ik ook niet. Gewoon laten we hierheen gaan. Hier is... Oh mijn god. Ik zie nu al gewoon niks. Ik ben nu al, voor mijn gevoel, naar niks aan het zoeken. Want ik denk dat ik een sleutel nodig heb om deze deur te openen. Maar die moet dan ook wel ergens zijn. Alleen het is zo donker.
Waarom zie ik het zo moeilijk? Zit daar iets? Oh, daar is... Kijk daar, jongens. Daar is kelp. Zie je? Er zit daar kelp. Alleen, die kan ik niet slopen. Daar kom ik gewoon echt net niet bij. Dus hoe ga ik dat doen? Zo. Hè? Hoe kom ik daar? Kom ik daar op deze manier ook bij? Nee. Wat heb ik dan naar kelp? Hier kom ik ook... Ik snap er echt geen reet van. Ik ben echt 2 seconden in de map en het is nu al heel verwarrend. 2 seconden bezig en ik zie nu al niet de items die ik zoek. Ah, hier is een blast furnace, jongens, met de button. Oh, we hebben iets gevonden. We hebben iets gevonden. En we hebben een torch. Die ga ik op mijn hoofd zetten. Dan hebben we iets meer licht. Zo, komt hij. Let op. 1, 2. Tonk, deur open. En dan zijn we in een soort van doolhof beland. Maar heel weird, want je kan er natuurlijk gewoon zo doorheen lopen. Ah, maar ik moet wel natuurlijk de volgende sleutel vinden om door de deur heen te komen. En die kunnen we niet zomaar hier vinden. Of niet zomaar. Ja, niet, denk ik niet heel gemakkelijk vinden. Even kijken hoor. Die is hier. Polished Blackstone Pressure Plate. Oké, dat is ook een sleutel. Zo kunnen we ook een sleutel noemen. Een pressure plate. Want daardoor gaan deuren natuurlijk ook open. En die plaatsen we dan hier. Hoppakee, dan zijn we hier beland. Hé, frisse lucht. Altijd lekker. Hier is de deur. Ik zie overal barrels met kelp. Nou, kelp hebben we niks aan. Een stick. Ik laat het nog maar even liggen. Nog een stick. Nog meer kelp. Hebben we denk ik niks aan. Oh, dit is gewoon barrels zoeken, jongens. Gewoon letterlijk 1 grote hunt naar goede barrels. Wat is dat? Deze jump is haalbaar. Misschien goed om je heen kijken. Dus dan is er ergens een onzichtbaar blok. Is dat het? Waar moet ik vandaan komen dan? Je zou zeggen dat er dan ergens een onzichtbaar blok is. Waardoor deze sprong haalbaar is. Oh, wacht. Misschien is de sprong niet haalbaar dat ik erop land. Maar gewoon alleen de kist open. Dat kan altijd, hè? Want ik denk dat er daar iets in zit. Ik wil die heel graag hebben, die kist daarboven. Kijk, als ik dan nou gewoon zo doe... Oh, ladders! Heb ik ze? Ja, ik heb ladders, maar er zaten ook enderpearls in. Ik weet niet of ik die nodig heb, maar die wil ik eigenlijk ook wel. Wacht, misschien dat ik zo kan. Oh, dan heb ik veel meer tijd. Er staat lol voor de rest. Ik neem alle enderpearls mee. Gewoon voor de zekerheid. En ladders, maar... Oh, trouwens. Ik heb helemaal geen ladders nodig. Ik heb dit nodig. Een deur, een button. Oh, maar deze. Maar misschien kunnen we daardoor wel hier naar boven of zo. Hier gaan we niet inspringen, want dan zijn we weer bij het begin. Als ik hierin kom, zit ik vast. Maar daar hebben we de ladders natuurlijk voor. Dus, oh, zit ik hier ook vast? Dus is hier verder niks te doen. Wil ik die ladder? Daar wil ik eigenlijk wel die ladder terug. Als het mag. Hoppakee. Maar waar zit die button dan? Waar zit die verstopt? Ik weet het niet, jongens. Wacht, misschien kan ik die enderpearl wel gebruiken. Om hier doorheen te komen. Dan kom ik in het systeem hier. Kijk, kan dat hier als ik hem daar gooi? Ja! Auw. Ging mij naar dood. Oh, en hij is leeg. Dat meen je. Oké, maar die enderpearls zijn dus wel goed om op plekken te komen waar ik normaal niet kan komen. Dat moet ik even onthouden. Hetzelfde geldt dus voor hier. Kijk. Nee, niet hier. Nee. Hè? Ik dacht dat er wel meerdere plekken waren. Oh, wacht eens even. Als we naar beneden gaan hier, dan heb ik hier misschien nog ruimte. Kijk, bijvoorbeeld daar. Hier ben ik ook nog niet eerder geweest. Maar hier is verder niks te doen. Oké. Ik moet wel opletten dat mijn enderpearls niet op zijn na een tijdje. Kijk, daar ben ik ook nog niet geweest. Hier. Maar hier is verder ook niks. En hier beneden kan ik ook heen. Oh, hier is die kelp. Maar wat heb ik daaraan? Wat is dit? Dit is gewoon normale kelp. Daar heb ik toch niks aan. En hier ben ik nog niet geweest. Oeh, wat is dit? Oh, dit is die blast furnace. Die had ik al ge... Oh, maar nu zit ik weer vast hier. Jongens. Misschien is het toch niet hier. Ik moet oppassen dat mijn enderpearls zo niet op zijn. Misschien moet ik wel gewoon omhoog klimmen. Kijk, dat ik bijvoorbeeld gewoon... hier bovenop moet zijn. In plaats van door de deur. Dat kan ook nog eens dat ik zo moet. En dan zo. Oh, was dit de bedoeling? Heb ik het gecheat? Heb ik vals gespeeld? Dit was niet de bedoeling, nee. Ah, oké, dan gaan we weer naar beneden. Op welke blokken mocht je plaatsen? Denk daar eens over na. En waar heb je ze gezien? Ik mocht alleen hierop plaatsen. Ah, voor de rest mag ik niks plaatsen natuurlijk. Dat was het, jongens. Ik mocht alleen plaatsen op deze blokken. En die zitten hier voor de rest niet. Daar ben ik al geweest, toch? Daar beneden. Volgens mij wel. Ja, daar ben ik wel op geweest, daar beneden. Wat is dit? Oeh, die is nieuw. Oeh, nog een ladder. Nu heb ik 4. Oké, ja, maar nu heb ik 4 ladders. Wat heb ik aan 4 ladders? En een ijzer. Huh, dit heb ik gewoon allemaal nog niet gevonden. Hoe vind ik dit nu pas? 4 ladders en een ijzerblokje heb ik. Wat hebben we daaraan? En voor de rest heel veel kelp. Oh, wat is het weer moeilijk, jongens. Wat is het weer moeilijk. Ik ga nog 1 keer hier beneden kijken. Nu, ik mag die ladders mag ik natuurlijk alleen daarop plaatsen. Op dat soort blokken. Wacht eens even. Wacht even, wacht even, wacht even. Jongens, ik heb niet. Ik besef me ineens iets. Ik besef me ineens iets. Volgens mij, toen ik hierheen ging. Kijk, let op, hè. Toen ik hierheen ging. Kijk, hier heb je die andere soort blokken. Maar wat betekent dat? Mag ik niet slopen, maar. Hier kan ik ladders op plaatsen en dan heb je er niks aan. Hè? Moet ik die enderpearls gebruiken om er doorheen te glitchen? Nee, dat kan natuurlijk niet. Volgens mij, dat werkte net ook niet bij Ricio. Hè? Maar. Ja, daar kan ik wel die blokken op plaatsen. Of mijn ladders, daar mag ik ze op plaatsen.
Hoe kom jij op de netherroof? Denk daar eens ook over via, ja, ook met dit. Maar dat werkte net bij Riccio's map ook niet goed. Oké, dat doe je zo en dan doe je... Hoppakee. Zie je, maar dat werkt niet goed. En dan word je teruggeglitcht. Dat werkt niet. Ook met ladders? Ook met ladders? Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Als je een laddertje gebruikt... Oh, met de ladder werkt het wel! Oh, jongens. Oké, dan is daar de ladders en de dinges voor. Dit is nuttig. Chest mag niet gebruikt worden. Met deze spullen kan je naar het platform bouwen of mis je nog iets. Enderpearls mogen niet meer gebruikt worden. Oké, dan doe ik die terug. En hiermee kan ik daarheen. Oké, dan kan er naartoe gebouwd worden. Nou, ik kan toch gewoon zo doen. Zo en dan. Ik moet naar dit platform. Kan ik toch gewoon zo en dan ladders plaatsen? Is dat de bedoeling? Mag dat? Heb ik het dan goed? Er is ook een andere manier. Er is ook een andere manier om dit te doen. Met die blokken die ik zojuist heb gekregen. Oh, wacht. Ja, dan weet ik het misschien. Wacht, dan gaan we de coole manier proberen, jongens. Hier, kijk. We kunnen gewoon ook zo doen. Ik weet niet of dit de coolere manier is, maar hier mag ik het ook niet op plaatsen, zeker? Dus nee, dit zou vast ook niet de coolere manier zijn. Het ding is, ik mag ladders alleen plaatsen op dingen waar jij vertelt dat ik ladders op mag plaatsen. Wat is dit? Oh. Je hebt ladders en blokken. Ladders en blokken. Ja, dat kan ik toch gewoon... Er is een trucje met ladders en blokken, waardoor je ineens heel veel verder kan bouwen dan alleen met blokken. Er is een trucje met ladders en blokken? Is dat gewoon zo... Oh, wacht even. Ik weet het niet hoor jongens, maar ik ga gewoon wat geks proberen. Is dat misschien zo, en dan zo, en dan hier weer een blok tegenaan. Zo, hier weer een blok tegenaan. Ik denk dat dit het is. Ik denk dat dit de coole manier is, dat ik hem nu heb gevonden. Ik weet het niet zeker, maar zo, en dan... Was dit de coole manier? Zeker. Ja, voordat je naar beneden springt, heb je alles. Voordat ik waar naar beneden spring? Oh, daar. Waarom moest ik dan hierheen? Als ik daar naar beneden moet springen. Wat heb ik dan aan gehad dat dit hierheen klimmen? Hè? Ik weet het niet, maar we gaan naar beneden springen. Dus ik denk dat ik daarheen moet. Ik zou het niet anders weten waar ik dan heen moet. Dat het gewoon doen. Oh mijn god, dat was het niet. Maar het was dezelfde bedoeling dat ik hierheen moest, of niet? Het was dezelfde bedoeling. Wat is dit? De wortel van pi plus x is l. Oké, okay. Leuk. Dit is wiskunde. Daar heb ik echt geen zin in wiskunde. Wat is dit? De wortel? Ik ga daar niet eens mee bezig zijn. We gaan gewoon een doolhof doen, jongens. Het is een doolhof. Hier hebben we een leuk gezichtje. Dan hebben we... Ik denk dat het gewoon afleiding is. Hier hebben we ook een leuk gezichtje. Dan heel veel signs weer. Dan... Hé, hey, jij daar! Abonneer, inderdaad! Hé, hey, jij daar! Abonneer nou even! Vind ik een hele goeie. Hoe zijn we er? We zijn er, denk ik. Of niet? We zijn er niet. Hé? Nog een gezichtje. Jemige, wat zijn dit veel. Is dit het begin weer? Ik ben weer bij het begin. Niet te geloven. We zijn weer bij het begin. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Het is zo'n eindeloos doolhof, dit, jongens. Hij is best wel klein, het doolhof. Alleen, het lukt niet. Als in, ik zie de uitgang gewoon niet. Ik kan niet echt gewoon een uitgang vinden. Hier hebben we een painting hangen. Daar kan ik doorheen, maar er is verder niks. Hier is muziek. Hè? Waarom? Wat is dit? Misschien staat er iets op een van de bordjes. Een tip, dat ik die helemaal niet heb gelezen. Oh mijn god, jongens. Ik zie het al. Kijk, er is daar een onzichtbaar blok. En daar is boven is een andere ingang. Waarschijnlijk moet ik helemaal niet het stinkdolf in. Of wel? Kan ik deze sprong halen? Kunnen we deze... Ik denk dat ik deze sprong wel kan halen. Nee, die sprong is niet... Ja, misschien wel, maar niet om mij nu. Je zou zeggen dat deze sprong te halen is. Het is 1, 2, 3, 4. Ja, dat is te halen. 4 blokken. Oh, bijna. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Oké, dan hierheen. Oh, wat irritant dat... Oh, dat was gewoon een fake jump. Wat irritant dat, zeg maar... Dat doolhof dus voor niks was. Dat ik gewoon letterlijk een nep doolhof in moest. Dan kan je toch boos van worden? Kan ik hier springen? Ik ga hier springen. Ja, oké. Wat is dit? Heb je alles? Is het tijd voor een feest? Heel zeker. Ik denk het heel zeker, jongens. Ik heb alles. Wat is dit? Niet weer een doolhof, toch? Niet weer een doolhof. Alsjeblieft, ik smeek het je. Niet weer een doolhof. Ik heb al zo mijn best gedaan. Weet je, ik ga die paintings gewoon slopen. Kijk, er zit niks achter, zie je? Mijn tijd besparen. Wat is dit? Hier naar boven? Oh, op deze manier? Of moet ik naar beneden? Nee, ik moet wel naar boven. Zo, zo. Die doen we open. Open, 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 open. Ah, pas op. Huh? Huh? Wacht even hoor. Die laatste is anders geplaatst. Dan kom je niet zomaar op. Dan moet ik... Zo inderdaad, kan het zeggen. Dan moet je op een hele rare manier naar boven. Zijn we er? Ben ik ontsnapt? Ben ik al ontsnapt? Gefeliciteerd! Ik moet naar links. De deur naar vrijheid. Waar is hij? Hierheen naar rechts, zegt hij. Maar... De deur is links. Ik zei naar de deur. Je bent nieuwsgierig. Ja, maar jij zegt naar rechts. Dus dat, dan ga ik naar rechts. Naar de deur. Oh, stap in de boot en vaar naar de vrijheid. Gefeliciteerd. Hope you enjoy.
Vrijheid! Yes! Oh, we zijn ontsnapt, jongens, uit de laatste bedrockgevangenis. Ik ben ontsnapt. Hij was moeilijk ook weer, deze man. Ik weet niet, die van jou en Richio aan het einde waren allebei echt gewoon ontzettend moeilijk. Dat ik gewoon echt niet wist af en toe wat ik moest doen. Ik vooral dit vervelend, dat ik daar een dolf had, waar ik uiteindelijk helemaal niks aan had. Gewoon. Dat het gewoon voor de leuk was die gemaakt of zo. Nou, hij was wel heel leuk in elkaar gezet, Luc. Hij was echt heel leuk. Laten we dan nu doorgaan naar de prijsuitreiking en kijken wie er gewonnen heeft. Welkom allemaal bij de prijsuitreiking. Jullie hebben allemaal hard gestreden voor een eerste plekje daar. Iedereen wil natuurlijk op die netherite eindigen daar. Maar we kennen de regels met deze video's. Ben je niet bij de prijsuitreiking, kan je er helaas niet bij zijn, dan eindig je op de laatste plek. En iedereen hier is echt, behalve Jan is een eend, die kon niet bij de prijsuitreiking zijn, jongens. Dat betekent dat hij op het goldblokje eindigt. Heeft niks te maken met hoe goed ze beeld is. Gewoon, dat is gewoon de regels die we hebben. Dat is gewoon eerlijk. Ik weet niet waarom. Maar Roemer, jij bent zijn vriend. Wil jij... Ik zeg maar, het ding is hier, jongens. Ik weet nooit wie ik op eerste plek moet eindigen. Iedereen heeft even goede builds en zo. Dus ik kan jou sowieso er niet laten eindigen daarnaast. Want dat is gewoon raar. Want dan eindigen jullie met twee naast elkaar. Dus jij komt sowieso hogerop. Gewoon vanwege die reden. Ja. Is er iemand die denkt, weet je, ik vond mijn build zo slecht. Ik eindig gewoon naast. Nee? Niemand komt naar voren. De laatste die omhoog kijkt. Ja? De laatste die omhoog kijkt. Ja, die. Die komt op de laatste plek. Jij nam het risico, maar helaas heeft het niet beloond. Nee. Dat gaan we. Zo, kijk, rood past bij rood. Oh, als we toch een beetje met kleur gaan doen. Wie is er een beetje oranje hier? Jij hebt op zich gewoon een oranje kapsel, Luc. Jij was vorige keer eerste geworden, dus we moeten nu een beetje compenseren met jou. Dan ga jij maar naar kopen. René is wit, dus René mag op de witte. Wie is er goud? David, jij past wel een beetje bij goud. Zo, ga maar. Oh, en nu? Wie? Ja, jij hebt blauwe broek aan, Joris. Dus ga maar. Zo. En nu? Kijk me eens aan. Ja. Mag je oogkleuren zien, Richio? Oeh, jullie hebben allebei niks groens. En allebei genoeg zwart. Als ik een spekje groen bij je vind, eindig je op de tweede plek. Kijk eens omhoog. Kijk eens naar beneden. Nee, oké. Nee. Oké, er is niks groens in jullie. Weet je, dan doe ik al gewoon Ine Mine Mutte. Die eindigt op groen. Ine Mine Mutte. 10 pond grutten. 10 pond kaas. Ine Mine Mutte. Jij bent de baas. Nou, dan mag jij naar groen. Richio, dat betekent dat je wint. Dat betekent dat jij hebt gewonnen. Jongens, ik vind de prijsuitreiking altijd veel te moeilijk. Ik weet gewoon niet hoe ik moet kiezen, want ze zijn allemaal, vind ik altijd, even goed. En ik vind het lullig om iemand eerst te maken en ik vind het lullig om iemand laatst te maken. Dus dan doen we het maar altijd op deze manier. Heb je nou een eigen prijsuitreiking bedacht dat je dacht van, nee, weet je, Max, ik vind dat David op plek 1 moest eindigen. Of dat René op plek 1 moest eindigen. Laat het dan even weten in de reacties. Julian gaat terug naar je rode blokje. Ik zag het wel lekker eigenlijk. In ieder geval, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is de prijsuitreiking. Je hebt het ermee te doen. Je hebt gewoon dikke pech als je het niet mee eens bent. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige. Komt dat, weet niet wat zeg ik nou. Dit is namelijk de vorige video. Hetzelfde concept, maar andere uitvoering. Heel leuk. Even kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water, veld, 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yeah!